Ik vind het belangrijk dat de vraag zo duidelijk mogelijk is, zodat ik een zo gepast mogelijk antwoord kan proberen te bieden, of een zo gepast mogelijk ondersteuning, of een zo gepast mogelijk zoeken naar antwoorden op dingen die leven. En dan vind ik het belangrijk dat heel veel transparantie is over wie mag er betrokken worden, wie mag er niet betrokken worden, in welke mate is dat hier vertrouwelijk of niet vertrouwelijk, wie is er allemaal deel van het verhaal en vertrouwen daarbij. Allee, vertrouwen in dat wat dat ik voor iemand kan betekenen, dat ook gezien wordt. Maar evengoed vertrouwen langs de andere kant. Dat de mensen die met een vraag komen, dat die weten van oké, dat wordt hier in alle veiligheid en zekerheid en met de goede, gepaste aandacht opgenomen. Ik heb ook in organisaties gezet waar dat gewerkt, waar dat op de klok gekeken wordt, waar de collega's op een, we noemen dat dan figuurlijk, op een kennis zitten en het met moeite willen afgeven, of tenzij dat ze echt niet anders kunnen, is geen aangename sfeer. Ja. En dat is iets wat ik hier totaal niet ondervind. En dan geeft je ook een bepaalde relax. Ja, dat je kunt terugvallen op mensen, dingen, kennis, op van alles. Zo vertrouwen in elkaar wat betreft kunnen en kennen. Iedereen is deskundig en hoe divers dat ons team ook is, iedereen heeft wel appreciatie voor elkaars werk. En dat uitzicht in heel veel vertrouwen naar elkaar toe, maar ook heel transparant met elkaar kunnen communiceren. Ik weet dat eigenlijk niet goed. Je hebt altijd op vergaderingen net altijd roepers en net altijd mensen die stil volgen. Hè. Veilig genoeg. Ik denk dat in onderwijs het redelijke, qua vergadercultuur, het redelijk open is dat iedereen nogal zijn mening mag zeggen. De perceptie heerst soms ook wel, het wordt centraal wel beslist. Maar ik denk dat het belangrijk is om in dat compromismodel vooral te investeren en te zorgen dat het draagvlak er is bij alle voorzieningen en dat alle voorzieningen zich kunnen vinden in het model wat ervoor ligt en de scope die er dan wordt bepaald. Ook heel typerend binnen onze organisatie is het gegeven dat bestuurders, zoals sectorverantwoordelijken, dat zij ook actief deel uitmaken van een team hier binnen de centrale diensten en dat zij ook een rol opnemen in diverse werkgroepen, bestuursraden, beheerscomité's en dergelijke meer. Zorgt ervoor dat je communicatie heel vlot met elkaar kan uitwisselen en dat je heel kort op de bal kan spelen. Dienstbaarheid naar bestuur toe, naar mijn team. Leider nu, maar ook naar alle andere collega's. Maar ook dienstbaarheid naar de instellingen toe. Dus als zij vragen hebben rond hoe wordt ons geld beheerd, dan sta ik daarvoor open en geef ik daar een zeer transparant antwoord. Natuurlijk een complexe organisatie, onze organisatie. Wij hebben, zeker in het kader van zorg, 11 voorzieningen die elk hun eigen traject een stukje uitstippelen. En daarover hebben we dan een stukje de centrale diensten waarbij we centrale projecten toch wel naar die gezamenlijkheid moeten zoeken. En dat is een uitdaging, maar die investering is wel, daar komt heel veel energie in, maar die investering rendeert wel. In die zin dat je op die manier ook wel het samenhorigheidsgevoel en het duidelijke doel op die manier scherp krijgt. En dat je inderdaad belangrijk is dat in dat compromis elke voorziening zich kan herkennen en daarmee zijn schouders ook kan onderzetten. Dus dat is denk ik wel een fundamentele sleutelwaarde om mee aan de slag te gaan. Ik hoop eigenlijk dat we op dezelfde manier kunnen verder werken. Dat we de sterktes die we hebben, dat we die nog beter verder in de praktijk kunnen brengen en dat we daar samen op pad gaan. En rekening houden met elkaar, en wederzijds respect en een open dialoog. Ik denk dat dat wel belangrijk is.